Welkom op de derde dag van het World Cinema Festival in Amsterdam. Vandaag begint het Braziliaanse programma met de film A Cidade é Uma Só. Is de stad één? Oftewel, is de stad van iedereen? In de jaren 60 van de vorige eeuw werd in Brazilië een nieuwe hoofdstad gebouwd. Brasilia. Een moderne stad. Het zou de nieuwe thuisbasis worden van de regering, maar ook een voorbeeldstad voor iedereen. Maar al snel ontstonden naast deze voorbeeldstad ook de bekende Braziliaanse favelas, oftewel sloppenwijken. De sloppenwijken waren de regering een doorn in het oog en daarom besloten ze de inwoners van de favelas onder te brengen in Ceilândia, een kleine stad net naast Brasilia. Os pobres enfeiavam, né? Brasília, né? Então, tinha que achar uma solução. E era expulsar mesmo. Na verdade, não era retirar, era expulsar. A Cidade é Uma Só is een film die gaat over een aantal inwoners van Ceilândia. Het zou een soort mengeling moeten worden van documentaire en speelfilm. Ik ben benieuwd. Morador 5 da Norte, Morro do Urubu, candidato a distrital. A campanha do PCN, Partidos Correria Nacional, estou me candidatando nessas eleições. Pouco recurso, mas é do jeito que dá, o cunhadão está aqui ajudando. Vote 77223. Het hele verhaal wat het vertelde, wist ik eigenlijk niet hoe dat allemaal is gegaan in Brazilië. Mensen die van hun woonplaats zijn weggezet een aantal jaar geleden. En dat het best wel onmenselijk is en dat het vrij serieus. Het wordt wel goed overgebracht, maar wel op een hele persoonlijke, met een hele persoonlijke stijl. Maar het is niet een al te serieuze film en dat maakt het voor mij leuk. Ik heb wel aardig op medaille gekletst. Het liedje gaat denk ik nog de volgende 3 maanden in mijn hoofd zitten. Erg humoristisch. Een heel cliché, een soort van favela-achtig deuntje. Zij doet dat tree, dingo, bam bam, nog iets. De tekst nog zo compleet nergens op. Het was gewoon meer het deuntje, stem op mij, klaar. Heel simpel, heel duidelijk. Het was gewoon hilarisch. Een man uit de sloppen die politicus wil worden. Een vrouw die fantastisch kan zingen. A Cidade é Uma Só zit vol met ingrediënten om er een geweldige film van te maken. Maar je gaat onwillekeurig toch denken, wat zie ik nou? Zie ik een documentaire of zie ik een speelfilm? Ik had eerst niet eens door dat het een combinatie was. Is zeker een speelfilm, maar ja, wat is speelfilm en wat is documentaire? Zulke mensen bestaan echt. Laten we het zo zeggen, die bestaan gewoon. Dus het zou, wat mij betreft, zomaar een documentaire zou kunnen, geweest kunnen zijn. Er zijn niet echte situaties die je gaat met de camera te laten zien. Dus ja, is het een speelfilm? Nou, ik heb er niet op gelet. Ik probeer eigenlijk me een beetje te laten verrassen door de film. Ik heb naar de film gekeken en verder niet gedacht over documentaire of iets anders of zo in stijl. De film heeft indruk op mij gemaakt en ik heb daar mijn ideetjes bij gekregen en dat vond ik heel mooi. Documentaire of speelfilm, wat maakt het uit? A Cidade é Uma Só is een film vol met humor en fantastische karakters. En op hetzelfde moment leer je ook nog iets over de geschiedenis van Brazilië en over Brazilië in het bijzonder. Ga dit zien. Het is nog te zien op dinsdag 14 augustus. En verder zijn er nog een heleboel andere mooie Braziliaanse films die je absoluut niet mag missen.